FC Groningen en woningcorporatie Le Vier in Hoge Zand zijn een samenwerking aangegaan om de jeugd in Hoge Zand meer aan het bewegen te krijgen. De aftrap hiervoor werd gegeven in de wijk Gorecht-West. De directeur van Le Vier heeft mij gevraagd of ik vandaag hier wou komen. Stichting Vier voor Grun is de samenwerking tussen Le Vier en FC Groningen. En wat wij voorop stellen is beweging en een gezonde leefstijl. En we willen vooral Gorecht-West actief krijgen. Heel veel mensen die willen wel, maar kunnen zich nog, willen zich misschien niet direct binden aan een vereniging. Maar daar willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen naartoe leiden. Kijk, ik kom uit Den Haag en daar doen we ook zo'n soort dingen in. De schilders werken ook voor die activiteiten. Maar ik kon hier wat leren, zei ze, want jullie doen het nog veel beter. En nou wil ik eigenlijk even die meneer Nederland van FC Groningen, waar is die meneer Nederland? Die heb ik nog nooit ontmoet. Ja, meneer Nederland, wil je even hier komen? Ah, dag meneer Nederland. Kijk, wij hebben natuurlijk voetballes gehad, hè, met die 3-1. Enevold, ze moet hem leggen, doet dat op Van der Laak en daar is de beslissing. Groningen maakt 3-1 en pakt de 3 punten. Nou, dat is geen gekkigheid. Wij vinden het heel belangrijk om met FC Groningen allerlei leuke activiteiten, met name met de jeugd, te doen. Omdat wij het belangrijk vinden om ook wat te doen in wijken. En of dat nou in de stad is of Hoge Zand is of ergens anders in de provincie is. Dat is allemaal niet zo spannend. En ik heb het al gezien dat hier heel veel supporters van FC Groningen lopen. Of niet, jongens? Jongens en meisjes. En vandaag is daarvan de aftrap. We gaan een heel jaar lang leuke dingen doen als clinics, pleintje voetbal, al dat soort dingen meer. En je probeert op deze manier de jeugd te stimuleren om nog meer te bewegen. Gezonder te leven, achter de computers vandaan. Voetballen, sporten, het maakt allemaal niet uit als je maar in beweging bent. En we hebben een heel jaarprogramma tezamen met Le Vier en de gemeente Hoge Zandstappenmeer hier opgesteld. Dus dat betekent dat we een jaar lang heel actief zullen zijn in de wijk Gorecht-West. Helemaal goed, applaus voor Nederland. Hans Nederland, directeur van FC Met FC Groningen en heel veel mensen gedanst. En we hebben een actie gedaan voor Wartje. Zoveel mogelijk mensen mee te dansen. En volgens mij hebben we aardige recordpogingen gehaald. Jouw dansmoves? Ja, dat heb je waarschijnlijk wel gezien. Ik ben absoluut geen danser. Hij deed heel sportief mee. Vroeger wel, maar ik denk, weet je wat ik doe? Ik was hier, mijn kleine dochtertje was ook mee van 6 jaar. Die trek ik me naar me toe. Dan leidt dat de aandacht wat af. Ik hoop dat dat wat gelukt is en dat er van mijn dansbeelden, dat daar niet te veel van uitgezonden worden op de televisie. Groot succes. En ik moet eerlijk zeggen, ik had ook eigenlijk niet anders verwacht. Nou deden de spelers van FC Groningen ook mee. Hoe deden zij het? Ja, ze deden het super. Er staat ook veel lol in. Dat vinden we sowieso ook heel belangrijk. Ja, het was echt leuk. Ze deden fanatiek mee. En ze konden goed meekomen. Voor mij doen. Ja. Dankzij de danskwaliteiten van de FC'ers werd er maar liefst 1000 euro binnengehaald voor War Child. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, omdat de activiteiten die wij ook in het verleden in de wijk hebben georganiseerd altijd heel erg massaal worden bezocht. Dus mensen zijn heel erg positief. Maar goed, af en toe is het wat lastig om een beetje in beweging te komen. En laat eerlijk zijn, sport is leuk. En het gaat niet altijd om de topprestatie, maar het gaat vooral erom om samen dingen te doen. Waar spelen jullie? Ik speel linksback of linkshalf. Ik speel ergens op middenveld, kan overal. Ik ben een beetje multiple choice. Ik speel bijna overal. Bij de start van 4 voor Grun in Hoge Zand is er veel belangstelling voor de spelers van FC Groningen.
Iedereen wil met ze op de foto. En dat is vooral leuk voor Skodra Metaj, die is opgegroeid in Hogezand. Ik kom uit deze wijk, dus veel bekende gezichten. En ik vind het leuk om het te doen met de jongens. Ja. Ja, hoe was het om hier op te groeien? Ja, goed, prima. Ik heb hier mijn jeugd eigenlijk doorbracht. Ik heb hier straatjes gevoetbald met vriendjes en hier ook naar school. Dus dat was heel leuk. Deze middag mag Metaj weer ouderwets op straat voetballen. De tegenstanders zijn deze keer van een bijzonder kaliber. Hoe ging het net tegen die jongens? Nou, het was goed. Het was makkelijk. Ze gingen volgens mij gewoon expres... niet normaal spelen, dat we gingen winnen. Dat was het. Anders waren ze gewoon beter. 3 keer gescoord hoorde ik net. Ja, was vet wel leuk. En eigenlijk wil ik echt heel graag voetballers ontmoeten. Vond ik wel leuk. En het was wel gezellig eigenlijk. Ik zou het wel weer willen. Jullie verloren van die meiden, zag ik. Ja, tuurlijk. Ja. Het was heel leuk om tegen hen te voetballen. En ik ga natuurlijk niet tot de uiterste. En zo werd de start van 4 voor Grun op een succesvolle manier gevierd. Dit was een supermiddag. Heel veel opkomst. Vooral dansen voor Waardjeld was goed. En de aftrap voor de stichting is natuurlijk geweldig. Ja.